mensen, mijn naam is Belinda. Dit is het knutselkanaal Creablom. En vandaag wou ik eens laten zien wat je allemaal kan doen met enveloppen en eigen gemaakte kaartjes. En ik heb een aantal thema's die ik maak de komende tijd. En ik laat gaandeweg een aantal daarvan zien. En dat maak ik dan samen of voeg ik dan samen in één video. En dit keer is het thema sprookjes en daarnaast het thema kabouters. En zoals je ziet, dit is dus één van de enveloppen die ik heb gemaakt. En nou, wat ik heel leuk vind is dat ik dus Noga papiertjes heb gekregen. Die zijn met stippen en die zijn heel dun en die gebruik ik overal voor. Ik zal ze straks nog even laten zien. Maar die gebruik ik dus heel veel ook bij enveloppen. Ik vind het dus heel leuk om een envelop in het thema wat je verstuurt te versieren. En waardoor het echt een feestje wordt in je brievenbus. Want het gaat niet alleen om de sneeuwmeel, maar het gaat gewoon om het complete plaatje, vind ik tenminste. Dus vandaar dat ik ook mijn best doe met de enveloppen. En ik heb hier bijvoorbeeld een heel lief klein hetje. Dat is een stansje en dat doe ik in verschillende patroontjes. En die vind ik altijd heel leuk. Nou, een Rienpoortvliet kaboutertjes. En dus wat washi tape en die Noga papiertjes. Dat is dus envelop 1. En dit is dus envelop 2. Hiermee ga ik nu even verder. Ik zet altijd zelf in de hoek, als ik het heb gewogen, hoeveel postzegels erop moeten. Want één keer in de zoveel tijd haal ik postzegels en gooi ik weer wat op de post. En ja, dan hoef ik het niet weer apart te wegen. Dus is het klaar, dan gooi ik het in mijn postmandje. En dan als ik postzegels heb gehaald, dan kan het zo op de bus. Dit is een sprookjesthema en ik heb daarbij een sprookje gebruikt uit een kringloop sprookjesboekje. En ik vond deze soldaten voorop heel leuk. Daarnaast is dit een stickertje van een stickervel van volgens mij de Bruna die ik een keer van iemand heb gekregen. En dit stickertje was over en toen dacht ik, hé, dat past hier ook wel leuk bij. Een beetje een koninklijk tapeje en dus een hetje zoals je ziet. En weer dat leuke Noga papiertje, wat ik straks nog even laat zien. En dan is dit de kaart. Ik heb ervoor gekozen om een A5 kaart te maken dit keer. Het thema is sprookjes en dit is wat het is geworden. En ik heb zoals je ziet één dikke sticker gebruikt die je bij de... Deze kun je kopen bij de Action en die heb ik opgeplakt. Maar verder, de ondergrond is dus met ruitjespapier. Het is gemaakt op een crème kleurig, wat dikker papiertje. En je ziet erop een tovervee met een meisje. En ja, ik vond dit toch wel een heel erg sprookjesachtig idee. En volgens mij is dit sprookje uit de... Goh, welke is het? De Muzikanten. Nou, ik weet het niet uit mijn hoofd welke het is, maar ja, ik vond het heel leuk om het te gebruiken. De trap van het kasteel. En dit heb ik nog verder uitgeknipt met wat sterretjes erop. Zo is hij dus geworden. En nou, bij de kaart, het is dus een dubbele kaart. Ik doe het dan dat ik ook nog aan de binnenkant wat maak. Ik heb daarvoor hetzelfde papier gebruikt als ik ook hier in gebruik. Kijk, want dan heb ik hier ook datzelfde randje gedaan. Ik heb trouwens aan de voorkant, dat zie ik nu, dat ik vergeten ben om dat te melden. Ik vind het leuk om er een sierrandje omheen te doen. Ik doe dat dit keer dus met goud, omdat ik dat leuk bij het sprookjesthema vind passen. Nou, en dan heb ik hier nog een grappig stickertje met een vogeltje op een takje. Nog een gezellig hetje, een gouden randje. En een spiegel met daarop ook een klein stickertje van een vogeltje. En dan de andere helft van het kasteel, wat ik hiervoor heb gedaan met de trap. En daarop heb ik nog een grappig muisje op de trap geplakt, die aan het gewicht heffen is. Ik vond dat wel grappig detail. Nou, ik ga hem straks beschrijven. En dan is deze dus klaar om op de post te gaan. Nou, dan is de tweede die ik dus heb gemaakt, is dus een kabouterthema. Er was iemand op
Instagram, die zei wie wil er een kabouterswapje doen. En ik heb van haar een hele leuke kabouter envelop gekregen. Die ligt hier nog. En ik zal hem eventjes laten zien wat een leuk kaartje dat is. Dat is dit kaartje wat ik van haar kreeg. Nou, ontzettend leuk gemaakt. Zat ook in een hele leuke envelop. Ook met kaboutertjes erop. Met leuk papier verder. Nou, er staan allemaal leuke spulletjes in. Dus ik dacht, ik maak een leuk kaartje terug. Dit is het geworden. Ik heb hiervoor gekozen voor het Rien Poortvliet thema. En ik heb daarbij ook de vlinders gebruikt van de Action. Wat leuke stickertjes van paddenstoelen, zoals je ziet. Een hertje. En ik heb het kaboutervrouwtje. De kabouter die aan een boom. Aan een boomstam zit. Dus die heb ik uitgeknipt. Daarnaast heb ik dus weer een gouden randje eromheen gedaan. De washi tape for me to you erbij gedaan. En de achtergrond is een geruit groen-wit geruit papiertje. En dan de binnenkant vond ik wel grappig om te maken. Dus de bovenkant is een vlinder met wat washi tape. En dan loopt hij verder naar beneden door. Dan zie je een kaboutervrouwtje die aan een bloem ruikt. Een draak die wegloopt en die vuur spuugt. En dus nog een hertje. Nou, zo is die geworden. Oh ja, nog een paar kleine sterretjes erop. En dan kan ik deze ook gaan beschrijven. Nou, voor haar doe ik allemaal leuke spulletjes bij in. En zoals ik net al zei, zou ik nog even laten zien dat leuke Noga papiertjes. Kijk, dat zijn deze papiertjes. Ze zijn dus niet zo groot zoals je ziet, want dit is mijn hand. Maar ze zijn wel heel leuk en ze zijn heel mooi scheurbaar. Omdat het zo van dat, het is een beetje, het lijkt op vliegenpapier. Ik vond ze geweldig dat ik ze heb gekregen. Nou, deze geef ik dus aan haar erbij. Een aantal, zodat ze zelf ook lekker ermee bezig kan. En nou, dus zitten verder vlindertjes in. Nog een aantal hertjes. De kaboutertjes zitten erin. En nog een hele mooie sticker. Nou, die bewaar ik voor mensen die echt heel erg van kabouters houden. Die krijgen van mij zo'n puffy sticker. Daar heb ik er niet meer zoveel van. Dus die ja, bewaar ik iedere keer. En dat is deze dus. En dit gaat erbij in bij de kabouterpost. En dan gaat dat lekker op de post. Nou, ik zal de komende tijd wat meer laten zien. En iedere keer zal ik er een stukje van filmen. En dan zet ik het na verloop van tijd even achter elkaar. Zodat ik er een leuke video voor jullie van kan maken. Dus tot straks. Tot de volgende kaart. De volgende die ik jullie wil laten zien is dit kaartje. Op de Facebookgroep Sneeuwmeel Round Robin Holland. Sturen we mensen iedere maand een kaartje. En dat is een groepje. Die ik wil laten zien is dit kaartje. Voor het zonnetje van de maand. Dat is een activiteit die we doen bij de Facebookgroep Sneeuwmeel Round Robin Holland. En één iemand wordt uitgekozen iedere maand. Die staat het hele maand in het zonnetje. En iedereen die meedoet met die activiteit, die stuurt degene een kaartje. Nou, dit is het kaartje wat ik heb gemaakt voor deze maand. En daarbij doe ik allemaal leuke sneeuwmeelspulletjes. En ja, dat stuur je dan op. Je kan een postkaart sturen, een gekochte kaart dus. Nou, ik vind het zelf leuk om een kaartje te maken. Ja, iedereen komt eigenlijk aan de beurt. En iedereen krijgt dus een maand lang hartstikke veel post. En volgens mij doen er een stuk of 25 of zo mee, of 30 dus. Ja, en het is altijd een verrassing van wanneer je weer post krijgt, welke dag iemand heeft verstuurd. Dus dat is best leuk, omdat het echt de hele maand is. Nou, die heb ik dus gemaakt. En er is iemand jarig van die groep en dat is een heel attent iemand. En daarom heb ik voor haar een kaartje gemaakt.
En als jullie deze video zien, dan is deze kaart al bij haar aangekomen. Maar dit is hoe ik hem heb gemaakt. Ik zat even te kijken, maar de achterkant heb ik al beschreven, dus dat laat ik niet zien. Nou, en ja, ik heb zoiets. Ze moet ook weten dat het van mij komt, dus lekker over de top. En nou, dit is dus, ja, het zijn allemaal plaatjes die ik heb uitgeknipt uit tijdschriften, uit oude kinderboekjes, een stansje wat ik een keer heb gekregen, plus wat tekstjes. Nou, en dit is dan met stickerlettertjes en nog een gouden randje erom. En ja, ik vind het zo'n heel leuk geheel. En dan heb ik nog een kaartje wat ik wil laten zien. En dat is een soort, ja, handletterkaartje. Ik ben daar niet zo heel goed in. Ik kan niet zo goed blokletters schrijven zoals je ziet. Maar ik vind het toch leuk om te doen. Deze is voor mijn buurvrouw. En ik probeer dan een kaartje te maken waarbij ik kijk van wat, ja, wat zijn kenmerken van iemand. Hè? Als je het over iemand hebt, van waar denk je dan aan? Nou, ze is helemaal gek van poezen. Ze is heel fit. Ze houdt van koken, bakken. Ze is altijd in de tuin, actief. En nou, zo heb ik dus voor haar een kaartje gemaakt. Ze houdt van blauw, grijs en groen tinten. Dus vandaar dit kaartje. En nou, dan krijgt ze wat lekkers bij. En dat gooit dan bij haar door de brievenbus. Dus dit is ook een manier hoe je zelf een kaartje kan maken. Als laatste wil ik jullie nog een aantal dingetjes laten zien onder deze kaart. Het thema is feest. En dat is omdat de Facebookgroep Round Robin Holland Sneeuwmeel, nou, je weet het onderhand, bestaat 4 jaar. En er is een feestweek. En daarom is het thema voor de maand april is voor de eigengemaakte kaarten is feest. En degene die de kaart ontvangt, die plaatst de foto en daar wordt de leukste uitgekozen en die krijgt een prijsje. Ja, ik ben zelf beheerder daar, dus ik doe niet mee met de wedstrijd, maar ik heb wel een feestkaart gemaakt en dat is deze van Fiep. En ik vond het wel leuk om een keertje Fiep te gebruiken. Dit zijn allemaal strookjes, dat zijn eigenlijk reststrookjes van papier wat ik over had. En ik zal hem even laten zien. Ik heb hem zo gedaan met hier wat cadeautjes. En ik vond dit zo'n leuke afbeelding. En hoera feest. Dat heb ik dus even met foam eronder gedaan. En dan heb ik hier nog in de binnenkant wat geschreven. En hier een vakje met allemaal leuke spulletjes. En Studio Draak mini kaartje. Dit is wat ik een keer van Anouk van Noek Sanna kreeg. Bij een kaart, dus die heb ik erbij gedaan. En wat leuke plaatjes nog. En nog een envelopje van Jip en Janneke. Dus die ga ik versturen. En dan is er ook nog een sneeuwmeelronde. Ook met het thema feest. En ook al doe ik niet mee, ik heb er toch één gemaakt. En dit is wat ik heb gemaakt, want het is dus 4 jaar bestaand. En het is een geel papiertje. En daarop heb ik deze. Die heb ik een keer uit een, ja, een kringloopboek. Waren allemaal met cijfers. Allemaal grappige circusdieren met cijfers. En toevallig had ik de 4 nog. Nou, een heel leuk standje die ik van iemand heb gekregen bij Sneeuwmeelinspiratie NL. En daar worden standjes uitgewisseld. Hartstikke leuk, dat gras. Nou, ik heb er een soort bordje in gezet met sneeuwmeel Round Robin Holland, feest en een vlaggetje. En dan heb ik hier post-it briefjes in gedaan. Ik heb nog een vakje gemaakt met leuke spulletjes. En ik heb nog hier een vakje gedaan met allemaal leuke spulletjes. En hier heb ik een briefje gedaan. Dus dit is wat het is geworden. Ik vond hem wel leuk. En die gaat dus zo op de bus. Maar ik denk, nou, voordat ik hem verstuur, laat ik hem even zien. En dan op jullie verzoek laat ik nog even zien. Ik had bij de vorige video dus de huisjes, hè, die staan. Nou, dit is een huisje die ik ga versturen naar de
sneeuwmailactiviteit bij Creatief met Rebecca. Creatief met Rebecca is Rebecca die een YouTube-kanaal heeft waarbij ze knutselactiviteiten doet. En je krijgt daarbij, dat was via haar Facebook-pagina, kun je elkaar een sneeuwmail sturen. Ik heb me daarvoor opgegeven en ik ga deze sneeuwmail versturen. En dan heb ik dit kaartje gemaakt. Hij is dus voor Helga. Dit kaartje heb ik erin gedaan. Dus aan deze kant heb ik een kaartje gemaakt. En dit is ook van een stansje wat ik op een papiertje heb gedaan. En aan deze kant heb ik dus voorjaars sneeuwmail spulletjes gedaan. Wat er, nou deze sneeuwmail nog en wat mooie tags. Dat heb ik er dus in gedaan. Dit is 2 postzegels, want dat was de bedoeling dat het 2 postzegels was. Dus dit is ervan geworden. Dan weten jullie wat ik er ongeveer in stop. En nou, het leuke is, omdat het niet zo zwaar is, dat ik het dus voor 2 postzegels kan versturen. En nou, ik laat het even ter inspiratie zien. Dit was de kaartenafdeling. Oké, 1-2 sneeuwmailtjes erbij. Maar dat zijn echt kleinere sneeuwmailtjes. Hè, het gaat lekker. Maar het ging met name om dat ik even liet zien wat voor kaarten ik ongeveer maak en verstuur. Want ook kaarten sturen is sneeuwmail. En in een volgende video ga ik even wat meer uitleggen over de verschillende vormen sneeuwmails. Nou, dat was het voor nu. Fijne dag. Duimpje is leuk. Abonneren is heel fijn. En voor de rest, zoek het lekker uit en geniet ervan. Dag!